Nou, dames en heren, voorstellen. Ik ben Jan Krins. Ik ben in Prins Jan de Vierde geweest. Ik ben al mijn jaren bij de Kamervereniging betrokken gebleven. Ik heb zelfs de eer gehad om eredraak te worden. En nu heb ik vanaf mijn tiende jaar voor de eerste keer dat ik de optocht niet met kon lopen. Maar om van de andere kant mocht gewoon verslaan. En dat leek me wel, wie ze me vroegen, ook wel heel leuk om te doen. Dus ik ben blij dat ik eens een keer de optocht in Bezel aan de mensen mocht laten gaan zien. Het eerste hier in de optocht in Bezel, natuurlijk de ceremoniemeester. Patrick Aspers met de jeugdceremoniemeester. En natuurlijk ons drakenvlaggen voorop in de optocht 2018. Vastelovens samen staat erop, CV de draken. En vastelovens samen, dat is ook de spreuk. Die zijn altijd, we maken de carnaval niet alleen. Maar dat doen we allemaal samen. En Twan de Eerste. En als nummer 2 zit je, we hebben een uitje op u. Twee deelnemers van de kinderoptocht. De kinderoptocht is hier altijd vrije zondag apart voor de scholen. Dan doet iedere groep een uitbeelding. En die trekken dan vrije in een aparte optocht door het dorp. En dinsdags in de grote optocht zijn de kinderen gewoon ongerein gemixt. Met iedereen en alles wat metrekt. En hier komen weer twee kinderen. En zie, we sponsoren de koop. Je ziet het, allemaal voorzien van spunsjes, die sponsoren de koop. Want hij mag niet sluiten en toch staat er geschreven dat hij in 2020 gaat sluiten. Ik hoop niet dat het voor Bezel waar is dat de koop toch behaaien blijft dat we nog een supermarkt hebben. Veel later er een vliegen. Lust ze er ook een vliegen voor de camera? Ja? Ja? Een klein pupje, achterop hebben we een klein pupje. Rijd ik eens om? Veel laten er een vliegen. Die stinkt niet. Nee, die stinkt niet. Veel gewoon helemaal los op het rakendans. Dans, dans, dans. Ook weer kinderen die meedoen aan de grote optocht hier in Bezel. Ik ga ook even dansen voor de camera. Prachtig. Speciaal gedanst voor de camera. Hup. Heb je er lang op moeten studeren? Nee. Wie heeft ze? Jans. Oh. Oh, dat is weer Flanders. In het Riekelse land haaien voor deze veer Daltons in de hand. Natuurlijk van buurtvereniging Riekel. Prachtige wagen gemaakt over de Daltons. Ik denk dat de Daltons wel overal bekend zijn. En betere Daltons kunnen ze niet hebben als het Riekel niet meer gaan. De Riekelse Daltons!
te maken heeft, dus het Afval Sheyen Kliko Ballet. Maar dat is nummer 21, maar het heeft te maken, neem ik met, dat ze het geluid een beetje verdeeld hebben in de optocht. En deze wagen gaat naar voren hebben gehaald. Maar normaal was dit te vinden bij nummer 21. Je ziet dat in beest al over de afval geschikt weer. En heb je ook goed het plastic apart gehaaien? Alles haaien weer, pa. Oké, goed bezig jongens en meisjes. Goed bezig. Wie wil kosten zo'n bagage die vol hebt? Onbetaalbaar. Onbetaalbaar? Nou, ik weet dat ze de gemeente nu 7 euro vragen. Huh? Ik weet dat ze nu per gemeente 7 euro vragen. Dat is onbetaalbaar. Dat is gewoon een stroomballet, hè? Blijf wel in de moord, hè? Prachtig ballet. Je ziet het, de pampers en de luiers, die waren allemaal in Bezel gescheiden. Het is niet keizerin Pissie, maar Sissy. Voor spelen onder een hutje. Ja. En wat voor hutje, hè? Jongens, kijk. En wat speelt je allemaal? Ik heb een nieuwe brandbrood gekregen. En een nieuwe Ferrari. Ja, kijk, gisteren. Zit je al het nummer verloren? Illegaal. Oh, is egal. Illegaal. Groep nummer 7, sleet nergens op. Nu kent ze ook wel niet door het vel houden, hè? Het sleet nergens op, hè? Het sleet nergens op. Ook zelf een film, maar ook dat sleet nergens op. Sleet nergens op. Hier komt dan de jeugdprins van Bezel, prins Gusten Eerste met zijn adjudant Sjoerd. En jongens, is het nog leuk? Ja. En jongens, nog even vol aan je, hè? Ja. Geen nog. Eén lukje. Lekker, klap. Met schuus, geen nog. Groep nummer 9, de sponsoren. Je ziet het ook weer allemaal omgehangen met sponsen. De sponsoren. Martien, de kooivechter. Is de familie Knols. De kooivechter gespeeld door Frank Knols. Beter bekend in Bezel als de koning van het afgelopen draagsteken.
Dat kent je wel een schone boot laten, of niet? Ja, je bent wereldkampioen kooivechten. Ja, adrenaline kunt me mooi. Ah, geweldig. Kooizenen. Geweldig. De volgende is weer aan de wagen. De wagen nummer, niet wagen nummer 11, maar 11 nummer in de optocht. De jeugdveld Boete de Boet. Dweilen 20 en een omcirkeld 18. Dat slijt natuurlijk op. Ze hebben dit jaar de nacht van de prins gehad in de Maashof. En de mode nemen ze in onder de 18 jaar. Dus ik kan me wel indenken dat de jeugd onder de 18 jaar zich een beetje, laten ze maar heel voorzichtig zijn, een beetje bezeken hebben gevoeld. Want ze mogen er niet in. Maar ja, dan kunnen de mensen ook niet de fout maken om die beer te verkopen. Zit je boete de boot gevallen? Ja, helaas wel. En waar wil je dan met genoeg dan? De volgende keer binnen de boot. Oké, dat is helder. Vuurbouwen ons eigen feestje. Nummer 12 in de optocht. Heb je? Mogen jullie even het vragen? Heb je ook een reden om een feestje te bouwen? Ja, elke dag is een feestje bouwen, maar juist vandaag omdat prinses Leijker erbij is. Oh, heb prinses Leijker niet metgenomen? De eerste prinses wat bezig gehad heeft. Je moet. Alleen de sleup. De sleup weer. Het zo eerlijk de vlieger niet zijn, hè? Nummer 13, weer in de wagen. Booms en Butterkapel, Mazes, Mina. Niet meer weg te denken in Bezel. Ze verzorgen altijd een prachtig stukje muziek. Booms en Butterkapel, Mazes, Mina. Je ziet het boven op het bordje staan. 40 jaar Mazes, Mina. Geef het nou een beetje! Prachtig jongens, prachtig! Het volgende, nummer 14, is weer in de groep. Wie de diek ook lup, voor hij de kupjes boven water. Ik denk dat iedereen wel weet dat hier in Bezel de diek weer te sproken is gekomen. Ze willen de diek gewoon vernieuwen hier achter in Adurp. Of wie het er nu voor staat, gewoon ze die gans verhuren. Je kunt er nog eens 2 meter bovenop. Voordat er nog eens ooit hoog water mag komen. Wat? Wat had je gedacht, meneer, met de diekje? Wat moeten ze ervan maken? De bak is niet goed, hij kunt toch? Het is niet goed, het is de waterkant. Dit is de waterkant, we laten de winst even zien. Of waterkantjes of de diekantjes. En het is maar 1,80 meter hoog, dus als ze boven op die slaapkamer zit, zien ze er helemaal niks van. Hè? En maar hij kunt toch? Is ook waterdicht? Dat weet ik niet. Die kunnen wel allemaal zwemmen. Hey, doe eens even zwemmen. Ja. Kijk maar, daar hebben we geoefend toe. Prachtig jongens, prachtig, prachtig. Ja. Dus ons maakt niks goed, wat er komt, maar dat komt toch. Yo! En moeten die... Yo! Vastelovend maken we samen. Eenzelgekke optocht in Bezel.
eerste keer de IJsselganger op, toch? Waarom trek ik dit touw? Waarom trekt ze die touw? Ja, kijk maar. We gaan de bommels weer goed. Omdat duwen lastig is. Ja, dat is wel goed gevonden, hè. Dat kan je mij wel indenken, dat is een kei kapotbus. Heb ze soms in een tuinhuisje geslopen, dat is... Ah, goedendag! Ah, meneer! De wolf is terug! Wat, de wolf is terug? Ja, ja! Ik zoog, er moest groen zijn en groos! Zien, ja, zien ze hem? Maar dat was toch niet roodkapje, hè? Nee. Hij moest ganz groen zijn! Maar de wolf heeft ook een kleine huisjes? Ja, zeer kleine, zeer kleine! En ze hem zien, hè? Roepen ze mij wel? Ja! Dank je! Je laat hem maar hangen, hè? Ik geloof dat ik u wel zien zitten. Dank je, dank je. Vanover op 10 uur, hè? Ja. Horen we net. Kunnen we ook 11 op 10 van maken? Ik ben in de maand. Ik dacht, ik ga even verder. Ik moet door de ganse woning. Wat hebben ze, wat is er gebeurd, mevrouw? Ik ben nog een muntje gegaan naar de stad. En dat was binnen 100 meter. Hij verliert mij te pakken. Ja. En dan moet ik nog door de ganse straat hier. Ja. Ik kijk gewoon... Ik vind het zo gênant. Ja, ik heb toch medelijden met u. Je ziet het, een shawarma-taxi. Bezel heeft sinds kort weer een shawarma-tent. Daar op de Eiermaat, de vroegere snackbar, is omgetoverd in een shawarma-tent. Ah, Bram. Ik denk dat de pizza wel weer een beetje smaakt. Doe moest er maar opkomen. Is dat te eten? Zelf maar. Ja, dank je, dank je. Het is warm, hè? Het is warm, joh. Maar ik ben in de zon en zo. Maar de zon? Zo kan je in de zon al die tellen, hè? Ja, de zon is er maar opkomen, hè? Kom dan maar eens op. Kom dan maar eens op. Maken we dat mee? Twee dames. En die twee dames die roepen maar de ganze tijd, kom dan, kom dan. En geloof me, ik doe het echt niet best als er nu voor twee dames geeft. Ja. Oh ja, oh ja. Kijk dat een keer lukken, kijk dat een keer lukken. Kom dan mensen op. Dat is een foutje. Foutje. Foutje bedankt. Dat is een foutje. Maar het is niet helemaal de bedoeling. Dat had toch opgekomen dan? Dat kan niet gebeuren, hè? Dat kan niet gebeuren. Nou, hij neemt eens gezien, hè? We zijn blij en bezig, net van de auto's. Hebben.
Want wat is in de carnaval en een rood van elf zonger kapel? Geweldig jongens, geweldig! Zo zit het niet goed. Dat geloof ik direct dat het niet goed zit. En toch zo zit het gebakken. Zo ze dat dan nog kunnen eten, toch nog? Ja. Laat het niet maar smaken, hè. Hier komen ze dan terug, de Bezelse Bakkersclub. Met natuurlijk Bakkers Stan. Zoon van de hoogheid Prins Twan, de eerste. Elke dag is de hoop op morgen. Want morgen is jou niet beloofd. Volg jouw dromen en leef ze, want geen droom is te groot. Maak herinneren, forever. Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. Bakkers! De dromen ergens leven na de dood. Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. Het zou nu even aanbrengen. Na de dood ergens leven. Kom op, zo'n licht en gelijk. Vastelovend maken we samen, maar volgend jaar gaan we dweilen in Zwamen. Het was dit jaar voor de eerste keer dat het dweilen helemaal door is gegaan. Daar was de nacht van de prins voor in de plaats gekomen. Jaren hebben we hier bezig van café naar café gedweild. En ik denk dat ze dat dan nu in Zwamen willen gaan proberen. Waarom gaat je naar Zwamen? Ik ga naar Zwamen, joh. Ik ga het dweilen meer. Ik ga het bocht. Ik ga het dweilen meer. Dan komen die binnen met dat op. Dat was toch hard genoeg, of niet? De veteranen zijn online. Verklaar me dat eens even. Ja, voor zien ook op Facebook en dus van wat ons aan de lijn haaien natuurlijk. Ja, uiteraard. Afgevaardigden van de veteranen van de voetbalclub Bislo. Je loopt hier beter aan de lijn als met voetballen, moet ik zeggen. Offline. Meneer, wat is het? Ik ben hartstikke offline, jongen. Offline. Al de ganse middag. En dan zal ze wel weten. Wilt ze zien? Oh, hartstikke zwart. En zal ze wel... Dat zal ze wel heel weinig contact hebben met iedereen, of niet? Daar was eigenlijk niks op. Oké. Dit jaar slaan voor over. Het is de... Ik denk dat ze achter steeds noemen, of niet? Zeker bij mijn vrouw. Oh, ho, ho, ho. Die we hier gaan uit Oostplaat, dat zijn de meisjes van de Rood van Elf. Dat ook middel, maar net de meetjes en net de pleitjes, zo door zo'n plaat. Helemaal goed, middel. Goed gevonden. Wat zit je op hangen, meneer? Ja, dank je, dank je. Van Romeo, de prinsenwagen.
Maar dit is uiteraard zijn privéwagen. En natuurlijk op het einde van onze prachtige stoet hier in Wezel. De prinsenwagen, de ganse rood van Elf, met haar prins Twan de Nierste en adjudant Hans. Ze sloten deze optocht hier in Wezel af, tenminste op deze plek. De optocht die trekt nog even verder. Die maken nog een lus. En zal dadelijk binnen gaan lopen op de Bezelse Merd. Onze hoogheid, prins Twan de Eerste. Hoogheid! Wie werd vastenavond gemaakt? Wie werd vastenavond gemaakt? Samen! Prins Twan de Eerste! Dit was dan met prins Twan de Eerste. Sloten voor deze optocht, de prachtige, toch wel goed verzorgde optocht hier in Wezel. Die toch nog wel 28 nummers hij. Sloten van nu af en de optocht trekt nog een klein stukje verder om de inkomst te maken op de markt. En daar zal dadelijk ook dan de prijsuitreiking zijn voor iedereen. Dit was dan de optocht van CW De Draken 2018.